wat zou ik hem versieren? Oh, oh, had ik maar een miljoen, zou wel weten wat ik dan zou doen. Geld wordt gemaakt om uit te geven. Oh, 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 wat zou ik leven? Oh, 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 had ik maar een miljoen, zou wel weten wat ik dan zou doen. Wat zou ik hem versieren? Oh, 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 had ik maar een miljoen, zou wel weten wat ik aan zou doen. Geld wordt gemaakt om uit te geven. Oh, 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 wat zou ik leven? Ik woon op de hoek van een straatje, in een reuze gezellig plaatje. Ik ben blij dat ik daar heb gehuurd. Al lopen de muizen op tafel, daar trek ik me weinig van aan. Zou ik voor geen paleis willen ruilen, mijn hoofd in die oude Jordaan. Waarom klagen ze toch over woningtekort? Dat gezeur maakt de mens maar van streek. Kom bij mij in de buurt, ik heb een kamer gehuurd en je wil voor een daalder per week. Ik heb een gootsteen, een tafel, een stoel en een stoof en een kattenbak op het portaal. En dan trek ik ook rom in mijn natte alkoof, toch zit ik er beslist ideaal. Ik woon op de hoek van een straatje, in een reuze gezellig gebied. Een uitzicht, dat is net een